Geachte burgemeester en wethouders, het huidige sportbeleid van Groningen wordt aan de hand van drie pijlers vormgegeven. 1. Toegankelijkheid voor iedereen. 2. Sportieve basis voor de jeugd. 3. Ontwikkeling van toptalent. Wij als jong professionals van de Hans Hogeschool staan achter uw sportbeleid, maar we hebben een aantal aanvullingen waardoor u beter op de huidige trends kunt inspelen. Graag lichten wij deze toe in de komende minuten. Wij hebben drie thema's waar wij op in willen spelen, die voortvloeien uit drie pijlers waar uw visie nu ook op gericht is. Onze visie luidt: kracht van sport. Levenslang sporten. Wij als jong professionals staan voor een verhoging voor de algemene sportparticipatie binnen Groningen en willen daarbij samenwerking tussen zorginstellingen, amateurverenigingen en scholen verbeteren. Wij willen de inwoners stimuleren om hun leven lang te blijven sporten. Dit willen wij bereiken door middel van samenhang van sportaanbod te ontwikkelen dat gericht is op verschillende leeftijdsfases. Hierin zal voornamelijk aandacht gericht zijn op groepen die een achterstand hebben bij sportparticipatie. Om de participatie te verhogen willen wij verschillende doelgroepen laten samensporten. Dit door middel van sportstimuleringsprogramma's en pleinen. De accommodaties moeten aantrekkelijk worden voor iedereen en toegankelijk. Onze ambitie: jong en oud verbinden door sport. Bij ons ambitie ligt de nadruk op samenhang tussen leeftijdscategorieën. Door sport jongeren en ouderen samen te brengen en sport als middel te gebruiken, wordt de sociale cohesie vergroot. De maatschappelijke waarde hiervan is dat ouderen en jongeren meer met elkaar omgaan en zo respect voor elkaar krijgen. Om onze ambitie te realiseren gebruiken we drie strategieën. Strategie 1. In het meerjarenplan Sport Bewegen 2016 tot 2020 van de gemeente Groningen wordt aangegeven dat de gemeente Groningen sportverenigingen stimuleert om meer samen op te trekken en om ervoor te zorgen dat accommodaties beter worden benut. Door het creëren van een digitaal platform waarin niet alleen sportverenigingen, maar meerdere organisaties elkaar kunnen vinden, wordt de mogelijkheid om samen te werken enorm vergroot. Strategie 2. In de gemeente wordt er volgens het meerjarenprogramma Sport en Bewegen meerdere combinatiefunctionarissen ingezet om sport- en bewegingsprogramma's te realiseren. Deze programma's zijn vooral gericht op de jeugd. Uit onze ambitie vloeit voort om een verbinding te realiseren tussen jong en oud. Dit willen we doen door de combinatiefunctionarissen te verbinden. Activiteiten aan te laten bieden tussen deze twee doelgroepen. U kunt hierbij denken aan participatie van jongeren bij activiteiten in het verzorgingshuis, waardoor het voor beide partijen interessanter en betekenisvoller wordt. Strategie 3. Een ambitie uit het meerjarenprogramma 2016-2020 is het toegankelijk maken van sportaccommodaties en openbare sportgelegenheden. We willen hierop voortborduren door zorginstellingen, scholen en sportverenigingen te verbinden en samen te brengen op deze accommodaties. Dit heeft als doel het samenbrengen van mensen uit verschillende leeftijdscategorieën en het drukken van kosten van het gebruik van accommodaties. Wij hebben Groningers geïnterviewd om te kijken of het draagvlak is onder de stakeholders. Vanuit de gemeente goed gestimuleerd wordt bijvoorbeeld om te gaan sporten? Nee? Is dat van niet? Nou, waar ik een beetje mee tegenaan loop op dit moment is dat alle subsidies voor de huur van sporthallen steeds minder worden. Okay. Waardoor teamsporten in de hal plaatsvinden, ja. Toch nog net ijzer worden. Ja. We hebben wat zelf wat plannen ontwikkeld, bijvoorbeeld een online platform, dat bijvoorbeeld de samenwerking Nee, sportverenigingen, bijvoorbeeld een ouderencentrum, dat je die wat bij elkaar kan brengen. Dat je jong en oud, dat die ook wat meer bij elkaar komt. Ja. Hoe zou je dat vinden? Ah, dat vind ik een heel goed initiatief. Dat kan elkaar alleen maar helpen. Ouderen om wat socialer te worden met de jongeren. Ja. Noem maar op. Dus, ja, nou, mooi. Ik vind het altijd leuk als jong en oud elkaar inspireren. Of in de groep, of in de sport, of waar dan ook. Dus dat lijkt mij altijd. Verder hadden we nog een plan, dat was zeg maar in de sportpark hier in Groningen bijvoorbeeld, wat van die apparaten neerzetten die uitlokken om te gaan bewegen. Heb je Leeuwarden ook, heb ik wel eens gezien. Nou, daar zijn wij dus ook voor, dat soort dingen. Ja, snap ik. Ja. Ik fiets wel eens langs en het is altijd wel een soort van confronterend. Eigenlijk moet ik er even langs. Dus het werkt wel, zeg maar. Dus, Ik denk dat mensen die niet van sporten houden, daardoor niet gestimuleerd worden. Nee, en mensen die het leuk vinden, Ik denk dat het een
daar ook even met me op staat. Ja. Ik vond het ontzettend leuk. Graag willen wij u bedanken voor uw tijd en wij hopen dat we u geïnspireerd hebben tot nieuwe inzichten.